gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 3 punten. De uitwedstrijd, die was heel overtuigend. Hoe overtuigend vond je het vandaag? Beide. Ik vond dat we het eerste half uur goed speelden en eigenlijk goede controle hadden. Daarna richting de rust werden we wat slordig. En dat vond ik in de tweede helft ook nog wel iets te wisselvallig. Met een paar goede momenten afwisselen met eigenlijk te slordig. Waardoor je zo ook met een tegengoal weer terug in de wedstrijd bent. Maar al met al denk ik een goede overwinning. Ja, want dat wisselvallige wat je zegt, dat voelt ook echt zo. Je kijkt ernaar en denk je, oh leuk. En dan soms tussendoor weer iets heel knulligs. Hoe kan dat? Hoe kan dat zo snel elkaar afwisselen, denk je? Misschien... Ik heb soms het gevoel dat dat gretigheid is. En dat als het goed loopt, dat we iets te veel in een soort zweefmode komen. Dat we graag mooi willen spelen. En dan zie je dat er soms wat hakjes bij komen kijken op onverstandige momenten. En ik vind wel dat eruit moet. En aan de andere kant heeft dat ons team ook zo goed gemaakt dat we zo frivol kunnen spelen. Alleen als we daarin een stukje, misschien wel een stuk volwassener kunnen worden. Ja, dan ga je wedstrijden nog meer controleren. Is het volwassenheid, ja? Ja, ik vind dat altijd zoiets globaals. Ik denk binnen details wat ik noem met hakjes op juiste momenten. Gewoon je verantwoording pakken waar je op het veld met de bal aanwezig bent. En voorin kan je alles doen. Alleen betekent niet dat je achterin precies hetzelfde kan doen. Je hebt ook weer een goaltje meegepikt. Kneep je hem nog even? Ja, nee, het gaat allemaal zo snel als een penalty is, dus het is niet zo schrik. Als je door het midden schiet, dan weet je dat de keeper moet duiken. Dus dat is altijd wel nog even tricky, maar hij zit erin, dus lekker. Ja, hij telt. Daarom. Zo is het toch? Ja. 3 punten erbij, niks aan de hand. Yes. Dankjewel voor vandaag. Dank jullie wel, fijne middag. Cheers.